In tegenstelling tot Nederland, zeer in tegenstelling tot Nederland, zie ik op een aantal vlakken in de Emiraten de bureaucratie afnemen. Met name op het gebied van visa zijn procedures de afgelopen 8 jaar dramatisch versimpeld. Natuurlijk moet het visum nog steeds ergens aan vasthangen. Dat kan zijn je werkgever, dat kan zijn je echtgenoot of echtgenote, dat kan zijn je eigen bedrijf, en dat is de meest logische gang van zaken als je dit kanaal volgt. Maar het kan dus tegenwoordig ook zijn onroerend goed wat je gekocht hebt. Hoe het ook zij, de procedures zijn ontzettend veel vereenvoudigd. 8 jaar geleden was het echt heel ingewikkeld, bureaucratisch, en nu valt het reus mee. Er is ook een keerzijde. De visa zijn iets korter geldig. Als je investor bent, dus dan is je visum gevestigd op je eigen bedrijf, is het nog maar 2 jaar geldig. Dat was heel lang 3 jaar. Maar je kunt wel om de 2 jaar heel eenvoudig je visum weer vernieuwen. Dus in dat licht is het vooral een kostenaspect. Het is wel duurder geworden daarmee, maar niet ingewikkelder. Ik daag iedereen die dit kanaal kijkt uit om in de comments een voorbeeld te geven van Nederland waar de bureaucratie is afgenomen. Ik ben benieuwd.